Welkom, lieve kreeft. Dit is jullie reading voor de eerste 2 weken van april. Ja, we zitten alweer in april. Het gaat hard. Ik hoop dat alles goed en wel met je gaat, dat je gezond bent en gelukkig. Ik wil jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal, vele liefdevolle berichten, de vele verzoeken voor privé-readingen, maar ook jullie massale steun, de groeiende abonnees, iedere keer weer. Ontzettend fijn, ben jullie daar ontzettend dankbaar voor. Als je nieuw bent, wees van harte welkom op dit kanaal. Kijk eventjes of het resoneert. Kijk anders naar de andere filmpjes met de sterrenbeelden in je ascendant. Het beste is om je te abonneren, want dan zit jouw energie in dit kanaal en dan zullen de readings ook beter met je gaan resoneren. Ik ga 2 kaarten trekken. Een kaart voor de eerste week en een kaart voor de tweede week. Mag ik een kaart voor onze lieve kreeften voor de eerste week van april? Mogen zij weten, wat is de energie? Ik krijg er 2. Hilarion, dat is een grote arcana in de deck en de 7 van Scrolls. Intrications. Of zo, ik kan het niet uitspreken. Intricacies of industry. Neem het ten goede. Graag nog een tweede kaart voor de tweede week. Voor onze lieve kreeft. Dank u. Dat is de 8 van Rozen, Sangha of Community. Oké. Hilaron, nummer 5. 5 staat voor verandering. Ik zie dat hier een meester of een grootmeester of een alchemist of iemand die kennis van zaken heeft, die is zich aan het verdiepen in alchemie, maar ook in wiskunde. Probeert ook het een en ander te achterhalen over stam, krijg ik door, familie, familiestamboom, voorouders. Met deze kaart krijg ik door dat iemand ergens aan het bouwen is. Deze persoon is een kerk aan het bouwen, dus misschien dat je voor jezelf. Ik krijg empire, een empire aan het bouwen bent. Misschien je eigen zaak wil openen. Misschien dat je verschillende panden aan het bekijken bent of je bent een pand aan het verbouwen. En ik heb hier de 8 van Rozen, Sangha, Community. Misschien dat je graag connectie maakt met gelijkgezinden. Van allerlei religies, omdat jullie uiteindelijk allemaal hetzelfde doel hebben, namelijk liefde, compassie. Ik wil graag weten waar die Hilaron voor staat, dus die ga ik even opzoeken. Hilaron is een geascendeerde meester. Die heeft de informatie van de Akashic Records. Die houdt hij ook vast. Deze meester is een meester van research, science, waarheid, healing, logische beredenering, concrete technologie en know-how. Spirituele communicatie. Het kan goed zijn als je op zoek bent om wat meer verdieping op een van deze vlakken, dat nu de tijd is om te starten. Hilaron, de grootmeester, is altijd beschikbaar voor je. Dus als je wil, dan kan je mediteren of
op een andere manier met hem in contact komen. Het kan ook zijn dat je al aan een project aan het werken bent. Dat je probeert wat inzichten te krijgen, wat verdieping. Ook daarvoor kan je hem aanroepen. Het is tijd om jouw meesterschap om die in je werk tot uiting te laten komen. Dit kan zijn dat je werk hebt of gaat krijgen in mediumschap, het recht, medische wereld, forensic activity, dus forensische activiteiten, scientific research. Het wordt tijd dat je een logische toenadering hebt op dat wat je wilt gaan doen. Hilaron is er voor jou, dus vraag zijn hulp. Vraag hem om duidelijkheid. Vraag hem om de richting die je uit moet gaan. Dus je bent zoekende. Maar je bent al een grootmeester. Misschien dat je daarom ook op zoek bent. Misschien naar een praktijk. Of dit staat metaforisch voor het bouwen aan jouw kennis. Zodat je voor jezelf een imperium kunt opbouwen. Dat hoeft niet per se een pand te zijn. Maar het kan natuurlijk ook dat je het digitaal gaat oppakken. Dat je bezig bent om je website in elkaar te steken. Misschien workshops, meditaties, noem maar op. En die sangha. Het kan misschien goed zijn dat je ook meteen personeel zoekt. Mensen met hun eigen specialisatie. We gaan eens even kijken. Of dat je gewoon aansluiting zoekt. Dat je misschien bepaalde cursussen volgt. Dat je daarom al een soort community hebt waar je mee kunt oefenen. Mensen die ook dezelfde interesses hebben qua spiritualiteit. Misschien mensen die al verder zijn op dit vlak. Daar kan je natuurlijk ook mee communiceren om zo kennis te krijgen van zaken. Dat je het wiel niet meer zelf hoeft uit te vinden. Ook dat is natuurlijk een mogelijkheid. Wat mogen we weten over de Hilaron kaart? Angels, Archangels, Spirit Guides, Ancestors. Nou, je bent aan het wikken en wegen. Want je moet een beslissing gaan nemen. En daarbij is het advies om contact te maken met je hogere zelf. Dit staat, die drie van munten is samenwerken. Samenwerken kan in dit geval zijn, dat ben jij, jouw connectie met het universum. In dit geval met Hilaron, de grootmeesters. Dat je daar contact mee maakt, zodat je weet dat je verheldering krijgt. Zodat je weet wat je moet doen. En dat je dan weet welke kant je op moet met jouw pad. Mooi. Mag ik verklaren de kaarten op die Seven of Scrolls? Deze heb ik gezien. Ja, ik krijg zowel de koning als de koningin van de zwaarden. Misschien ben je op zoek naar een partner om mee te gaan bouwen. En bouwen kan zijn letterlijk bouwen aan een connectie, aan een verbintenis. Maar ik voel hier meer het bouwen aan een samenwerking qua spiritualiteit. Dat kan zijn een eigen zaak of een online business.
Iemand die dezelfde zienswijzes heeft, dezelfde gedachten, die communicatief vaardig is, want we hebben het hier over zwaarden. Ik heb wel het idee dat je die persoon al kent en dat je echt een persoon al op het oog hebt. Maar dat jullie op dit moment niet met elkaar communiceren, want jullie staan rug aan rug. Het kan goed zijn dat deze persoon... Hey liefie, wat is het? Hey? Kom jij hier liggen? Kan je een beetje uit de weg? Als jij hier mag je wel gaan liggen. Is dat goed? Ga maar liggen. Ja, Mukkie, ga maar liggen. Het kan goed zijn dat je deze persoon al kent. Dat jij weet welke wijsheid zij of hij bezit. Want dit zijn geen... pas op, niet mijn... Ja. Het kan goed zijn dat... ja, doe maar. Het kan goed zijn dat... je weet welke kennis jullie beiden hebben. En dat dat goed bij elkaar past. Maar het kan ook goed zijn dat je op dit moment niet zo goed contact met elkaar hebt. Hetzij dat je gewoon iemand op het oog hebt, maar die persoon nog niet benaderd hebt. Maar het kan ook zijn dat... Rustig, rustig liefie. God, die hele boel met... Daar liggen al die steentjes op de grond. Hey, ik weet wel dat je lekker wil liggen. Wacht, ik zal het even weghalen. Dat is misschien makkelijker. Ik leg ze wel even hier neer. Ja, dan heb jij de ruimte. Zo. Hé? En vrouwtje het weggehaald. Zo. Ja? Dan kun je lekker liggen hier. Ik krijg het gevoel dat of de situatie is daar. Dat je iemand op het oog hebt. Lieve kreeft. Maar dat je die persoon nog niet benaderd hebt. Of je kent die persoon, maar die persoon is een beetje gesloten. Dus je weet eigenlijk niet goed hoe je die persoon moet benaderen om samen te gaan werken. Ik ga nog eens eventjes... Het kan ook zijn dat je een connectie met deze persoon hebt gehad, maar dat dat niet goed afgelopen is. Mag ik nog meer weten over de koning en de koningin van zwaarden? Spirit and Guides. Er zijn twijfels of er communicatie moet komen tussen jullie beiden. Het zou wel goed zijn voor jullie groei. Maar er is iets wat toch een beetje toxic is tussen jullie. Dus ja, dan moet er dan een oplossing voor komen. Want uiteindelijk moet er een vooruitgang komen. En die vooruitgang is in jullie beiden... in jullie beide belang. Voor jullie heling krijg ik door. Dus toch maar in contact komen. En die heling kan zijn door met elkaar te gaan samenwerken. Maar het kan ook goed zijn dat dat heling is. Op liefdesgebied of op zelfliefde. Het kan zijn dat jullie dezelfde geloofsovertuiging hebben of van dezelfde community of dezelfde sangha komen. Hé, een lekker zacht buikje. Hé, lekker zacht buikje. Ja, lieve Mukkie. Hé. Ik ga nog eens even wat kaarten trekken op sangha. Mogen wij weten van de sangha kaart, de lieve kreeft. Ja, de sangha kaart krijg ik dat je de pijn mag los gaan laten door vergiffenis, want er zijn twijfels over een over iemand of iemand wel legitiem was. We zien er hier drie. Dus er was er één te veel. Maar dat is niet zeker.
Vandaar dat je liggend uitkomt. En dat kan verklaard worden door zelfliefde. Kan goed zijn dat je twijfels hebt of er nog iemand anders in spel is, puur omdat jij nooit geleerd hebt om van jezelf te houden. Dus dan twijfel je aan alles. Het kan ook zijn dat iemand je pijn hebt gedaan, dat je vooruit bent gegaan, dat je die persoon vergeven hebt. Dat je nooit eigenlijk een verklaring hebt gehad van waarom. Dat je vermoedt dat er iemand anders in het spel was, maar zeker weten doe je dat niet. En dat die persoon terug in je leven komt, dat die persoon jou die verheldering wil gaan geven. Dus dat is wat betreft jullie reading. Ik hoop dat het resoneert. Als je zegt van ik wil nog wat meer diepgang, dan kan je me altijd natuurlijk benaderen. Hieronder staat mijn e-mailadres voor een persoonlijke reading. En anders tot de volgende keer. Heel veel liefde en licht. Namaste.